België staat in de top 10 van landen waar de meeste robots gebruikt worden. Robots kunnen steeds meer. Ik kan zien, horen en spreken. En nu ga ik ook klaar presenteren. Wow, wacht, nee. Dat gaan we niet doen. Laat klaar maar aan mij over. Ja, Bram, er zijn al heel veel toestellen met technologische hoogstandjes, maar wanneer spreken we over een robot? Ja, daarvoor moeten we kijken naar wat een mens kan. En we hebben zintuigen om onze omgeving waar te nemen, zoals ogen, oren en een tastzien. En dan gebruiken we onze hersenen om bepaalde beslissingen te nemen en taken uit te voeren. En om die taken uit te voeren hebben we spieren nodig om zaken vast te pakken, om dingen te kunnen doen, maar ook in onze benen om rond te wandelen. En al die taken moeten robots ook kunnen doen. En dus eigenlijk vorm en grootte speelt eigenlijk absoluut geen belang om iets een robot te kunnen noemen. Ja. En hoe werken nu zo'n robots? Een robot heeft geen zintuigen, maar dat noemen we eigenlijk sensoren. En dat is bijvoorbeeld de videocamera's die erin zitten, of bijvoorbeeld de microfoons om te detecteren naar waar het geluid vandaan komt. Mm-hmm. Een tastzin bijvoorbeeld heeft hij ook. En hij heeft ook sensoren die wij als mens eigenlijk niet hebben. Bijvoorbeeld ultrasonensensoren om afstanden te gaan meten. Net zoals eigenlijk ook een vleermuis of een dolfijn gebruikt met ultrasoongeluid. Nu natuurlijk, net zoals bij het oog, wij zien licht en dat wordt omgezet in elektrische pulsen die via de zenuwen naar onze hersenen gaan. Maar daar worden we gewaar van eigenlijk wat we zien. En dat is net hetzelfde met die videocamera's. Je ziet hier allemaal kleuren en een roze trui, maar je ziet hier nog niet Louise zitten. En daarvoor heb je heel krachtige computers nodig om al die gegevens te verwerken, om eigenlijk gewaar te worden wat er eigenlijk in die omgeving gebeurt. Om bijvoorbeeld te zien dat u glimlacht of welke emoties u hebt. Of ook om bijvoorbeeld in uw stemgeluid emoties te gaan herkennen. En dan moet die robot daarop gepast reageren. En daarvoor heeft hij geen spier, maar elektrische motoren. En voor elke beweging, voor elke vinger, heeft hij een aparte elektrische motor nodig. Wat natuurlijk maakt dat in zo'n robot heel veel elektrische motoren zitten, die allemaal heel mooi moeten samenwerken om die vloeiende bewegingen te kunnen doen. En al bijvoorbeeld om gewoon al rechtop te kunnen blijven staan. Ja, oké. Nou is waarschijnlijk niet de enige robot. Er zijn nog heel veel andere robots. Welke? De meest bekende robots zijn natuurlijk die in de fabrieken, die ons auto's produceren. Je hebt operatierobots, maar ook entertainmentrobots, zoals bijvoorbeeld Nao. Ja, ik kan dansen. Of huishoudrobots, grasmaairobots, stofzuigrobots. Mm-hmm. En dan heb je ook militaire robots die bijvoorbeeld mensen gaan doden op oorlogsgebied. Robots die mensen gaan doden, dat kan denk ik niet de bedoeling zijn. Daar zijn natuurlijk ethische bezwaren tegen, omdat die kunstmatige intelligentie nog niet voldoende ontwikkeld is om bijvoorbeeld alleen maar het onderscheid te maken tussen burger en soldaat, wat wel nodig is in een oorlogsgebied. Maar er zijn ook heel veel andere ethische aspecten verbonden aan robots. Bijvoorbeeld, die robot kan natuurlijk continu horen en zien wat wij hier aan het doen zijn. En wie mag van die informatie gebruik maken. Dus er zijn ook bijvoorbeeld wel wat privacy issues met dergelijke robots. Ja. Er wordt ook gezegd dat robots de wereld zullen overnemen. Kan dat? Nee, dat denk ik niet. Nee, volgens mij wel niet. Maar het is inderdaad wel een vrees dat mensen denken dat robots onze jobs gaan innemen of de wereld gaan overheersen. Het zal zeker niet meer Nao zijn. Maar daar is eigenlijk ook wat de paradox. Wat vaak heel gemakkelijk is voor robots, zo heel precies werken en heel nauwkeurig werken of heel repetitief werken, dat is voor ons heel moeilijk. Maar anderzijds, onze handigheid voor heel triviale dingen doen, wandelen, iets vastpakken, dat is voor die robot nog altijd heel moeilijk. Ja, als we toch verschillende sterktes hebben, waarom laten we dan mens en machine niet samenwerken? En dat zijn ook de toepassingen waar wij in ons labo aan werken.